Dit is propagandamateriaal van de Piratenpartij. De partij die ijvert voor betere privacybescherming en voor het feit dat vertrouwelijke gegevens veiliger opgeslagen moeten worden. En dit is de boot van de Piratenpartij die laatst aanlegde op de oostelijke eilanden in Amsterdam. En dit is Dirk Poot, de lijsttrekker van de Piratenpartij, die daar de pers te woord stond. In hoeveel landen is al een piratenpartij? We hebben nu een piratenpartij in ruim 70 landen. En hoeveel landen zitten ze in het parlement? We hebben 2 piraten in het Europees parlement. In Duitsland zitten we volgens mij op het ogenblik in 4 of 5 deelstaatsparlementen. Eigenlijk elke verkiezing waar ze daar dan meedoen, daar scoort de piratenpartij 8-9%. We hebben in Zwitserland in een aantal kantons piraten zitten. En met een beetje mazzel zometeen in Nederland in het nationale parlement ook 1 of 2 piraten. Ja, jullie worden door de media volledig genegeerd, hè? Maar dat geldt een beetje voor alle kleine partijen volgens mij. Je ziet dat de media de afgelopen weken, ze hebben zich echt puur gefocust op de 3 grote. En daar is de tv mee overvol geweest. Ja, de televisie is volgens mij tegenwoordig een beetje eigenlijk de PvdA propagandazender geworden. Ja, ik vind het eigenlijk net zo goed de VVD en de SP propagandazender geweest. Maar het heeft eigenlijk helemaal niks uitgehaald, want de zweven nu uiteindelijk nog meer kiezers dan 2 weken geleden, ondanks al die debatten. Of misschien juist door al die debatten, want daar vielen ze eigenlijk allemaal door de mand. Het waren toch een beetje idols-achtige uitzendingen met alleen maar vooraf ingestudeerde soundbites. En dacht van ja, dat is geen manier om een politieke campagne op te zetten. Hoeveel zetels reken je op? Tussen 0 en de 5? Nou, zeker 1. En als het mee zit, dan zouden we zomaar 2 of 3 zetels kunnen halen. Beste kijkers, het is maar dat u het weet.